De kinderen van groep 5, 6 en 7 van basisschool De Bongert zijn volop in actie voor Serious Request. Ze verzinnen allerlei acties om geld op te halen. Juffrouw Lieke en juffrouw Paulien kwamen met het initiatief. Wij hebben op school altijd werken wij thematisch. Dus wij werken elke 6 weken werken wij eigenlijk aan een thema. En we hebben elk jaar een terugkerend thema. Dat is voorbeeld voor elkaar. En dan gaat het over ruzies oplossen of hoe ga je met elkaar om. Hoe kan je een voorbeeld zijn voor elkaar. En dit jaar hadden we met 2 groepen, met groep 5, 6 en 6, 7 bedacht. Je kan ook een voorbeeld voor mensen in andere landen zijn. En toen kwamen we op het idee om iets voor een goed doel te doen. En hebben we 3FM Serious Request gekozen. Vrijdag 10 november zijn de kinderen al live op de radio geweest bij de uitzending van Rob van de Radio op 3FM. De kinderen hebben allemaal een eigen actie bedacht en die hadden we aangemeld op 3FM. En toen is Jared er met zijn groepje had hij een actie gedaan en die zijn er uitgepikt door de mensen van 3FM. En toen hadden we een mini radio interview op 3FM. En we komen met een foto van alle kinderen op de Robtonde in Hilversum. Okay. Ben je wel eens in Hilversum geweest? Nee. In Hilversum heb je een industrieterrein, heel lelijk, allemaal lelijke gebouwen. Noemen ze het Mediapark. Daar komt alle televisie en alle radio vandaan. En daar is een rotonde voor de deur. Daar staan 4 bordjes op. En ik mag iedere maand, omdat ik die rotonde heb geadopteerd, mag ik iedere maand mensen op die bordjes zetten. Dus ook volgende maand december, als jullie die actie gaan doen. En Jared, jij staat er met je hele klas op! Op dit moment zijn alle leerlingen druk bezig met het maken van knutselwerkjes en het bedenken van acties. Ik ga vlaaien verkopen voor Serious Request. Mijn vader heeft die voor een heel klein prijsje bij zijn werk kunnen inkopen. 52 zijn het toch? En die hebben wij dus verkocht voor minstens 3 euro per stuk. Ik heb mijn actie eigenlijk al gedaan. Ik heb koekjes en cupcakes verkocht. En daarmee heb ik samen 87 euro mee opgehaald. Ik wou eigenlijk een appeltaart gaan bakken, maar daar hadden we niet zoveel tijd voor. Dus heb ik glazen potjes gemaakt, heb ik versierd met diamantjes. En ik heb volgens mij heb ik al iets van 5 glazen potjes verkocht. En ik heb ook 10 euro daarmee opgehaald. En op de kerstmarkt, wat gaan ze daar doen? Op de kerstmarkt gaan ze, daar hebben ze allemaal knutselwerkjes gemaakt voor te verkopen. En het geld dat we daarmee verdienen gaat dan ook naar het Serious Request. Ik vind ze zelf allemaal heel goed gelukt en ik hoop dat iedereen komt, dat heel veel mensen komen. En wanneer is dat, weet je dat? Dat is 13 december, van 11 tot 12. Hoe lang ga je nog door met de actie? De week voor kerst. Dus vanaf nu tot dan nog? Ja. Het geld dat de klassen samen hebben opgehaald, moet natuurlijk ook nog naar het glazen huis gebracht worden. We hadden met de kinderen afgesproken, we hadden een streefbedrag bepaald. En als we dat streefbedrag zouden halen, dan gaan we naar Apeldoorn. Nou, we zitten al lang over het streefbedrag heen, dus we gaan 21 december gaan we het geld overhandigen, ja. Als je maar 2 pak, dan is het te zwaar. Ik ben bijna klaar. En als ik het zo een afgelopen bedrag heb, dan moet ik het ook even kijken. Dan zit het vast. Eentje? Mag ik een zaak? Mag ik een zaak?